op dit moment live zijn. Dus wij gaan in ieder geval snel starten, want we hebben al veel tijd verloren. Mijn naam is Maarten Scheffner. Ik ben werkzaam voor Witteveen en Bos Ingenieursbureau. En ik ben ook lid van het transitieteam. En in die hoedanigheid ben ik gevraagd om deze deelsessie te leiden. Onze sprekers, allereerst Vincent. Kijk, we krijgen mooi berichten dat we nu echt online zijn. Allereerst de heer Vincent Gruys, professor Housing Management aan de TU Delft. En nou ja, een leuk nieuwtje, want Vincent, jij wordt de nieuwe voorzitter van het transitieteam. Welkom. Ja. Daar gaan we zo dadelijk nog even met jou over praten. Dan hebben we Claudia Reijner, lid van de taskforce van de bouwagenda, natuurlijk van het eerste uur. Vicevoorzitter van Techniek Nederland. En jij hebt een specialisatie op het gebied van Human Capital, dus daar willen we wat nader invulling aan geven. En dan hebben we nog een derde spreker, dat is Elfie. Elfie Nelissen is volgens mij heel hard aan het proberen om deze sessie binnen te komen. Dus ik verwacht eigenlijk dat ze elk moment alsnog aanschuift. Zij is voormalig hoogleraar aan de TU Eindhoven. En zij is ook de voormalig oud-voorzitter van het transitieteam. Op dit moment is zij college van bestuur van Fontis. En mijn eerste vraag, die zou eigenlijk aan haar gericht zijn. Dus Vincent en Claudia, ik ga even meteen dan ook jullie aanspreken. En misschien, Vincent, is dat voor jou dan ook een beetje meteen in de diepe. We hebben natuurlijk een grote ambitie voor 2050 om een volledig circulaire bouweconomie te realiseren. Zou je misschien kort kunnen vertellen wat dat basiskamp inhoudt? En zou je misschien kunnen zeggen waarom dat belangrijk is? Waarom is zo'n basiskamp belangrijk? Kijk, volgens mij word ik gered door de bel, want daar is Elfie ook. Maar Elfie kan misschien controleren of ik het goed begrepen heb in mijn nieuwe rol. Wat ik begrijp is, we willen echt een berg gaan beklimmen. Het voelt denk ik ook voor een deel als een berg beklimmen. Berg beklimmen kan overigens dus ook heel leuk zijn. En dat is ook de bedoeling om het een leuke reis te maken. Maar het basiskamp heb je nodig om de top te bereiken. En het basiskamp, het idee is eigenlijk dat we in de komende, eigenlijk voor 2023, toch de voorwaarden hebben gecreëerd waarop we met de overheid, met de marktpartijen, wellicht ook met hulp van kennisinstellingen, die top van de circulaire bouweconomie kunnen bereiken. En die top, dat is dat we volledig circulair zijn. Heel goed. Ik denk dat Elfie staat te springen om daarop Elfie, we hebben jou al even voorgesteld, maar je kwam wat later binnen. Excuus. Helemaal goed dat je erbij bent. Zou je hier nog wat nader op in kunnen gaan en over wat verschillende initiatieven of thema's vertellen die belangrijk zijn als onderdeel van het basiskamp? Ja, dat basiskamp is er natuurlijk om niet snel naar die top te gaan. Dat is natuurlijk toch wel een vrij spittige route. Dus we proberen eerst dat basiskamp in te richten. En daar hebben we eigenlijk vier belangrijke aspecten die daarbij een rol spelen. We hebben gezegd van we moeten bijvoorbeeld vraag, aanbod en markt creëren. Hè? Heel belangrijk. En we willen ook dat die circulariteit meetbaar maken. Dus dat we ook echt weten hoe circulair we bezig zijn. Wet en regelgeving die knelt willen we veranderen en stimulerend maken. En we willen uiteraard, en dat is misschien wel het allerbelangrijkste, kennis en bewustwording creëren. En ik denk zeker met dat laatste zijn we echt al een heel eind op dreef als je dat vergelijkt met hoe het er 5 jaar geleden voor stond. Heel goed, super. Dankjewel. Ik krijg door in mijn oortje dat we nog 5 minuten hebben. Dus ik ga toch heel snel door naar jou, Claudia. Want anders dan worden we zo weer terug in de livestream, in de plenaire sessie gezet. Zo'n transitie, dat is natuurlijk mensenwerk. Hè? Dat is jouw vakgebied. Er zijn allerlei rollen belangrijk. Bepaalde rollen die we nu kennen, die misschien wel moeten veranderen. Misschien moet onze houding ook wel veranderen in een circulaire bouweconomie. Zou je ons daar eens in mee kunnen nemen? Wat voor kennis is er eigenlijk nodig? En hoe gaan we zorgen dat die knappe koppen ook op die opleidingen terechtkomen? Zodat we ze goed kunnen opleiden voor een circulaire bouweconomie. Nou ja, Elfie noemt het al heel terecht. Hè. Er is heel veel kennis nog nodig. Hè. Er is veel bestaande kennis, maar er moet ook nog heel veel nieuwe kennis ontwikkeld worden. En dat is een heel breed domein eigenlijk, hè, wat nog ontgonnen moet worden. Hè. Dan heb ik het over kennis rondom digitalisering, maar ook rondom de materialen zelf.
Er moet veel meer onderzoek gedaan worden, maar ook de financiering, hè, van hoe ga je überhaupt inderdaad, Elfie zegt, hoe circulair zijn we dat bezig? Hoe ga je dat meten? Hoe ga je restwaarde berekenen en dergelijke? Dus er is nog zoveel te leren. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat je dat juist heel dicht op de praktijk doet, hè. Publiek-privaat samenwerken, de studenten samen met de professionals dicht op de praktijk, bij voorkeur juist in de projecten. En op het moment dat zich een onderzoeksvraag zich voordoet, om dat juist ook dan inderdaad samen op te pakken. Ik denk dat zeker praktijkgericht onderzoek daar een heel belangrijk onderdeel van is, waardoor ook het geleerde direct weer terug kan vloeien in het onderwijs zelf. Hè. Dan heb je eigenlijk mooi die ketensluitje zo op deze manier. Maar ook die component digitalisering is een hele belangrijke. Enerzijds van rondom materiaalpaspoorten, gebouwpaspoorten, maar ook het proces zelf. Hè. BIM, hoe implementeer je zo snel mogelijk BIM in de hele sector, zodat je eigenlijk ook zoveel mogelijk gaat digitaliseren op basis waarvan je ook weer stappen kunt maken in die ontwikkeling van businessmodellen, financieren, en inderdaad ook het achterhalen van de materialen. Dus er is nog heel veel te leren. Bij voorkeur dus juist heel dicht op de praktijk. Leuk, bedankt Claudia. Als we tijd hebben, ga ik daar nog even wat dieper met je op in. Ik wil toch terug naar Vincent, want volgens mij gaan we heel snel er doorheen qua tijd. Vincent, zou jij nog kort een reactie kunnen geven? Jij gaat het stokje overdragen van Elfie. Wat heeft jou waarom vind jij dat leuk om die rol op je te pakken? En hoe wil jij dat vorm gaan geven? Ja, nou, enerzijds, hè, bedoel, in het transitieteam wordt de metafoor de top van de berg gebruikt. Ik dacht eigenlijk 5 jaar geleden zo'n beetje dat is de volgende stip op de horizon, op de duurzaamheidshorizon. Ik herken heel erg wat Elfie zegt, dat 5 jaar geleden kwam het thema in zijn algemeenheid wel op. Maar dan was het in de bouw een beetje van, nou, misschien moeten we hier iets mee. Nu is het gewoon voor iedereen wel duidelijk dat we er iets mee moeten, zeker ook in de bouwsector. En ik ben daar dus zelf ook de afgelopen 5 jaar eigenlijk naartoe gegroeid. Dus ook voor mij is het een transitie geweest. En om daarmee door te mogen gaan met het transitieteam, om daar vanuit die rol in de Nederlandse maatschappij ook een bijdrage aan te leveren, was voor mij een kers op de taart. Nou, leuk om te horen, leuk om te horen. Want we zijn ook heel blij met jou. Want we hebben natuurlijk ook eventjes natuurlijk gezocht naar goed iemand. Nou, die hebben we gevonden. Elfie, nog een korte vraag, reactie daarvan op jou. Wat zou jij Vincent mee willen geven vanuit jouw rol als voormalig voorzitter? Wat zou jij mee willen geven in zijn nieuwe rol? Nou, op de eerste plaats ga ervan genieten. Want het is echt een ontzettend leuk team mensen met hele inspirerende gedachten en ideeën. En van de andere kant, doe wat je kunt. En sta je niet blind op alles wat nog allemaal moet, want dat is nog steeds heel veel. Maar doe het gewoon stapje voor stapje. En dat geldt echt voor iedereen en alles die ermee bezig is. Doe wat je kunt, want dat is in ieder geval een stap in de goede richting. Heel goed, leuk om te horen. Dankjewel. Ik heb begrepen dat we nog even door mogen. Heel goed, dan gaan we toch nog even de inhoud in, want Claudia gaf al een hele mooie voorzet. Ik zou je toch willen vragen, we hebben een hele grote opgave. Hè? Er wordt gezegd dat er in 2030 een miljoen huizen bijgebouwd moeten worden. Dat moet dan ook circulair gaan. Zouden jullie daar eens op kunnen reageren? Hoe kan je zo'n grote opgave, misschien Elfie even voor jou, hoe zou je zo'n grote opgave nou circulair kunnen realiseren? Ja, op de eerste plaats gaan we het absoluut niet redden. Het is ook een onderzoek wat wij als transitieteam hebben laten doen. Als we alleen maar gebruik willen maken van producten en materialen en elementen die vrijkomen uit de gebouwde omgeving, hè, zoals die nu wordt ontmanteld, zeg maar, gesloopt, dan gaan we het absoluut niet meer redden. Maar het is maar voldoende voor zeg maar maximaal 40% van de behoeften. Dus we zullen ook andere dingen moeten gaan zoeken. En dat betekent in mijn ogen met name zoeken, meer toepassen van biobased materials. Zoals hout, vlas, noem maar op. Waar we eigenlijk al heel erg aan gewend zijn. Maar ook zoeken naar restproducten of producten die vrijkomen uit andere sectoren. En bijvoorbeeld uit de auto-industrie weten we al de folies uit de ramen te gebruiken als dakbedekking. Nou, zo zijn er nog veel meer kansen om toch bouwopgaven zo circulair mogelijk te gaan uitvoeren.
Oké, hartelijk dank. Nou, ik krijg bericht dat we eruit zijn op dit moment. Dat was te verwachten. Ik wil in ieder geval, ik weet niet wie ons nog kan horen, maar ik wil de sprekers hartelijk bedanken voor jullie hele korte reactie. Ik denk dat iedereen al weg is, maar ik zou zeggen, succes met de plenaire sessie.